Zondag 7 september vindt in Boxmeer een gloednieuw evenement plaats. In het Buitentheater van de Weijer is er een joekel van een tuinfeest. En daar wil ik meer van weten. Nou, bij mij aan tafel zitten... Bert van der Weijer, voorzitter van Dweilorkest de Joekels. En Stella Linders, van de Weijer weliswaar. Oké, okay. Nou, gezellig. Bert, zou je eerst iets willen vertellen? Ik kan me niet voorstellen hoor, maar misschien zijn er mensen in de gemeente Boxmeer die niet weten wat de Joekels zijn. Kun je wat vertellen over de Joekels? De Joekels is een dweilorkest en we kunnen ook zeg maar big band muziek maken. We bestaan nu 31 jaar. We zijn ontstaan door met de carnaval muziek te maken. Door de carnavalsvereniging zijn we toegevraagd om de pronkzitting te verzorgen. En daaruit zijn we langzaamaan gegroeid. Ondertussen hebben we een groot orkest, dweilorkest Joekels, met 25 muzikanten. Dirigent is Michel van den Berg. En ondertussen is er ook de JJ-band ontstaan, Joekel Junior Band. Dat is een orkest wat ontstaan is uit de jeugd, uit familie van de Joekels. Dus zijn allemaal kinderen en mensen bijvoorbeeld die naast bij de harmonie, zeg maar naast, heel dicht verwant zijn vanuit de harmonie, ook binnen de jeugd Joekels gekomen zijn. Zo, die hebben het muziek maken met de paplepel ingegoten gekregen, zo gezegd. Ja, dat klopt. Ja. Dat is een infectie en die zijn zeer betrokken en maken ook zeer mooie muziek. Ja. Nou, kennen wij de Joekels inderdaad van allerlei evenementen. Ik weet, in februari hebben jullie altijd ook een evenement. Vroeger de try-out en tegenwoordig heet het, help me even. Joekels gaan wij er. Dus we hebben de naam, omdat we het evenement bij de Weijer nu houden, hebben we ook de naam van de Weijer geïncorporeerd. Dat was een binnenevenement, het was zeer succesvol. Ja, het was echt afglaaienvol. En dan kijk ik naar Stella. Het was een prachtig evenement. En wij waren blij dat er zoveel mensen op afkwamen. En we hopen dit te continueren. En daarna is het idee gegroeid om een nieuw evenement op te zetten. En dat is Joekel van een tuinfeest. En dat wordt dus in het Buitentheater gehouden. Terwijl we hier zitten, tikt de regen zachtjes. Maar jullie hebben natuurlijk iets nieuws in het Buitentheater, waar het weer eigenlijk niet meer zoveel part uitmaakt. Nee, dat komt allemaal goed. Over 2 weken is het sowieso is alle regen gevallen en gaan we een heerlijk zonnig weekend tegemoet. Maar we hebben een nieuw buitentheater met een fantastische waterdichte parachute daarboven. Daar kunnen heel veel mensen droog zitten en kijken en genieten. Dus het weer hoeven we ons niet echt druk over te maken. En mocht het onverhoopt echt helemaal fout gaan, dan zetten we alle deuren open en dan gaan we gewoon binnen lekker verder. Dat kan ook. Helemaal goed. Even terug naar de tuinfeest. Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen? Nou, het was afgelopen februari een binnenevenement. Het was erg druk. En ik wist van Peter Powell dat ze zeg maar, het buitentheater gingen veranderen. Toen heb ik gevraagd of het niet een idee was om de entourage... Daar is een hele goede akoestiek ook in het buitentheater. We hebben al vaker muziek gemaakt. En hun ging het veranderen dat je ook tafels en stoelen erbij kon zetten. En het idee was om een barbecue daarbij te doen. En ook voor kinderen is daar wat te doen. Dus we willen ook muziek gaan maken met de JJ-band. Die zit op een apart podium, het Dweilorkest de Joekels zit op een podium. Daartussen komt het Smartlappenkoor, wat een hele lange medley van 20, 25 minuten met ons maakt. Verder maken wij apart de jeugdjoekels maken, Joekels Junior Band maken apart muziek. En wij zelf ook, maar we maken ook gezamenlijk, beide orkesten musiceren ook samen. Nou, voor de mensen die in het februari, ik noem het maar even Joekels gaan Weijer, gewoon Weijer, ja. Bezoeken. Die weten van wat je net zegt, hè, alle de grote Joekels en de jongere Joekels die spelen allebei apart. Maar het is nieuw dat jullie samen iets gaan doen. Dat klopt, ja. En we hebben 2 nummers dat ik zeker weet die we samen gaan doen. Dat is Cream of Clapton. Van Eric Clapton is een heel mooi gezamenlijk nummer. En we gaan Coldplay, een nummer van Coldplay, dus een heel modern nummer. Dus je ziet wel, het repertoire is zeer gevarieerd. We hebben smartlappennummers samen met de Harde Kern. Zij komen 80 man sterk tussen ons in staan om te zingen. En we maken zeg maar melodieuze, moderne muziek. En we hebben ook Zuid-Amerikaanse muziek gaan we
een aantal nummers maken. Eigenlijk is het een tuinfeest voor, het was sowieso al, maar echt voor iedereen. Want jullie maken voor elke smaak, elke liefhebber wel iets. Ja, dat klopt. We proberen voor een zo breed mogelijk muziek een repertoire te maken. Verder, mijn broer Ernst zal het geheel aan elkaar praten. Hij weet het publiek daar prima bij te betrekken. Dus ik weet zeker dat het een geweldige middag wordt. Het is zondag 7 september om 14:00 aanvang. Tot en met 18:00 en het is gratis entree. Oké. En we hebben natuurlijk Muziekpark gehad, we hebben het Vierdaagse Orkest gehad, nu hebben we de Jukkels. En ook de Jukkels dus in het winter. Wat maakt de Weijer met de samenwerking met de Jukkels zo goed? Nou, het leuke is dat de Weijer is natuurlijk voor iedereen bedoeld. En daar is de Jukkels eigenlijk ja, de vlees geworden. Verzelfstandiging van. Het is, je ziet er zoveel mensen op afkomen en van genieten. Jong en oud en rijk en arm en alles door elkaar. En de sfeer is ontzettend leuk in het voorjaar. Nou, mensen gingen werken met de benen buiten. Het was hartstikke gezellig. We hadden niet verwacht dat de opkomst zo groot zou zijn. En we verwachten deze keer ja, toch ook een hele hoop mensen die gewoon zin hebben om even te komen kijken. Vind je het leuk, blijf je hangen. En anders dan wandel je lekker door het park. En dan is het ook prima. Maar ik denk dat iedereen blijft plakken. Dat denk ik ook. En natuurlijk, het buitentheater is door de ligging ook gewoon bijvoorbeeld voor kinderen. Hè, die kunnen gewoon lekker rondrennen, lekker spelen. Ja, dat is echt makkelijk. Ja, er kan niks gebeuren. Ze zijn allemaal buiten. Er zullen zitjes zijn, een bar. Er wordt nog een barbecue georganiseerd. En ik neem aan dat er nog het een en ander speciaal voor de kinderen wordt geregeld. Dus ik denk dat het een hele gezellige middag gaat worden. Echt lekker boksmeers. Ja, klinkt allemaal goed. Nou, nog eventjes voor de kijker. Je hebt het net al gezegd. Zondag 7 september vanaf 14:00. Is er naast muziek ook nog iets anders? Ja, naast muziek dachten we, is het ook leuk om buiten de zang ook nog zeg maar dans te doen. Ted Nance komt zingen. Midden in het programma gaan ze twee nummers dansen. En het lijkt ons een mooi afwisselend geheel. Het programma blijft gewoon doorlopen. En hun dansen twee hele mooie nummers. En ze brengen hun eigen muziek mee. Dus ik denk dat het een heel mooi breekprogramma is. Voor de jeugd zullen we inderdaad zorgen dat ze zich bezig kunnen houden. En ik denk dat er voor jong en oud van alles te doen is. Als je lekker gezellig houdt van een borreltje, kun je wat drinken, je kunt er wat bij eten. Je kunt gezellig praten tijdens de uitvoering, dat kan altijd. Ja. Het is niet zo dat er stilte nodig is. Het is gewoon een muzikaal evenement. Het is een feest. Ja. Het wordt gewoon een jukkel van een tuinfeest. Ja. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. En veel succes en plezier op zondag 7 september. En ik zou zeggen, voor alle boksmerenaren en mensen verder buiten, kom naar de Jukkel van een tuinfeest.